Hallo allemaal, welkom bij de vierde Tijlers Thuistour. Mijn naam is Marleen Ram en ik ben conservator kunst in het Tijlers Museum. Vandaag ga ik jullie rondleiden in het prentenkabinet. Hier is momenteel een tentoonstelling te zien met prenten naar Raphaël. En die tentoonstelling is niet voor niks, want het is namelijk precies 500 jaar geleden dat Raphaël overleed. Raphaël behoort samen met Leonardo en Michelangelo tot de misschien wel belangrijkste kunstenaars die we kennen. En het Tijlers Museum heeft een hele bijzondere band met hem. Want in de collectie van Tijlers Museum worden maar liefst 12 tekeningen van Raphaël bewaard. En om die reden hebben we besloten om dit jaar extra aandacht aan deze kunstenaar te besteden. De tekeningen die zijn in deze tentoonstelling niet geëxposeerd. Maar ik zal aan het einde van deze tour kort iets uitleggen en wat exemplaren laten zien die ik vandaag speciaal uit het depot heb gehaald. Maar goed, eerst wil ik jullie graag rondleiden in de tentoonstelling. We zien hier een stuk of 40 prenten naar Raphaëls bekendste voorstellingen. En deze prenten zijn gemaakt door prentmakers van de 16e eeuw tot en met de 19e eeuw. En we kennen Raphaël natuurlijk van zijn Madonna's. Dit is een heel mooi voorbeeld van een prent naar een schilderij in het Palazzo Pitti in Florence. Naast zijn Madonna's heeft Raphaël ook tal van portretten gemaakt. En hier zien we ook een hoekje met prenten naar die portretten. Het is een mooi zelfportret van Raphaël. En natuurlijk prenten naar Raphaëls beroemdste muurschilderingen in het Vaticaan. Voor degene die wel eens in Rome is geweest en het Vaticaan heeft bezocht, die herkent wellicht deze voorstellingen. Want dit zijn allemaal prenten naar zijn muurschilderingen die hij voor Paus Julius II in het Vaticaan heeft gemaakt. En dit is wellicht de meest beroemde muurschildering. Dit is een prent naar, ik heb hier het plaatje van het origineel. Oeps, dat is de verkeerde. Deze. En hier zien we de School van Athene. Het beroemdste werk van Raphaël. In het midden, tussen alle andere filosofen, treffen we Plato en Aristoteles. Plato staat hier links en hij heeft zijn hand opgeheven. Hij richt zijn vinger naar boven, naar het bovennatuurlijke, het spirituele. Aristoteles die staat rechts en hij richt zijn hand naar de aarde. De aarde als bron van alle wetenschappelijke kennis. En deze prent die maakt onderdeel uit van een hele luxe prentserie, bestaande uit 18 prenten, allemaal naar voorstellingen van Raphaël in het Vaticaan. En dit soort luxe verzamelobjecten waren heel populair, met name in de 18e eeuw. En het was een heel goed alternatief voor mensen die geen echte Raphaël konden veroorloven, maar tegelijkertijd wel zijn ontwerpen in huis wilden hebben. Het zijn bijna schilderijen aan de muur zoals ze nu hier hangen. Goed, ik wil meteen even een vraag van jullie beantwoorden. Namelijk, iemand vroeg, wat is het verschil tussen een prent en een tekening? Nou, dat is een hele goede vraag, want veel mensen weten dat verschil niet en gebruiken de term ook door elkaar heen. Om te beginnen, een tekening, dat is een werk wat is gedaan in potlood of penseel of aquarelverf of in zwart krijt. En er bestaat maar één exemplaar van. Van een prent daarentegen bestaan meerdere afdrukken. Een prent is eigenlijk een verzamelnaam voor allerlei druktechnieken. Bijvoorbeeld voor etsen, gravures of houtsneden. En die houtsneden kan je meerdere keren afdrukken. Dus van eenzelfde prent kunnen meerdere afdrukken bestaan. Ik hoop dat dat helder was. In deze ruimte zien we dus alleen maar prenten. Naar voorstellingen van Raphaël. En prenten, dat waren eigenlijk, dat was een hele goede manier voor de uitvinding van de fotografie om werken van beroemde meesters te reproduceren. Dat gebeurde eigenlijk al in de tijd van Raphaël zelf. En Raphaël werkte ook mee met graveurs, want hij wilde graag dat zijn ontwerpen werden vertaald in prent en zo een groter publiek bereikte. Hier hebben we zo'n mooi 16e eeuwse prent, gemaakt door
Marc Antonio Raimondi. En Raimondi was een van de eerste Italiaanse reproductiegraveurs. Hij werkte samen met Raphaël. En dit is een prent die hij naar het ontwerp van Raphaël gebruikte. Wat zien we? Nou, dat laat zich wel raden. Het laatste avondmaal. En we zien hier Christus in het midden. Met om hem heen de discipelen. En Christus heeft net verteld dat hij verraden gaat worden. En dus de discipelen om hem heen, die kijken vol ongeloof naar elkaar. Ze discussiëren met elkaar. En er is één figuur hier zien we hem, van alle discipelen aan tafel is hij de enige die ons rechtstreeks aankijkt, schuldbewust bijna. Dit is Judas en Judas heeft Christus verraden en in zijn hand die hij onder tafel houdt hij een buidel met zilverstukken die hij van de Romeinse soldaten heeft gekregen toen hij Christus verraad aan hem. Het leuke aan deze prent vind ik het detail van de voeten. Alle 24 voeten heeft de graveur weergegeven, ook die van Christus. In de 18e eeuw werd deze prent ook wel het laatste avondmaal met de voeten genoemd. Dan hebben we hier ook weer zo'n hele vroege 16e eeuwse prent. Met ook weer een Bijbelse voorstelling. We zien hier de kindermoord te Bethlehem. Nogal lugubere voorstelling waarin de soldaten van Herodes moordend door de straten trekken. En op zoek naar het kindje, het pasgeboren kindje Jezus. Vooral deze scène vind ik nogal heftig. Hier zien we een soldaat met zijn zwaard in de lucht. Hij grijpt naar het kindje wat hier door zijn moeder in de armen wordt gehouden en heeft al een beentje vast waar die woest aan rukt. Nou, hier ligt ook al een vermoorde baby op de grond. Dus het is al met al een best wel heftige scène. Vol beweging en dynamiek. Het interessante aan deze prent is dat over de voorstelling heen een kwadraatnet is aangebracht. Dat zie je misschien al hier, als je goed kijkt hierboven, zie je een lijn lopen. En de voorstelling is het als het ware opgedeeld in allemaal kleine blokjes. En waarschijnlijk is dat gedaan om de prent te kopiëren. En tegenwoordig zouden we dat natuurlijk nooit meer doen over een 16e eeuwse kostbare prent met zwart krijt gaan zitten tekenen. Maar vroeger gebeurde dat wel. En dat deden jonge kunstenaars vaak in opleiding, omdat ze moesten leren van oude meesters. En Raphaël was bij uitstek een goed voorbeeld om van te leren. En door zo'n kwadraatnet over de voorstelling aan te brengen, kon hij of zij de voorstelling goed kopiëren. Nou, zo'n ander voorbeeld van het gebruik of het hergebruik van prenten vinden we hier in de vitrine. Hier zien we twee prenten met dezelfde voorstelling uit de Romeinse geschiedenis. Hier zien we Lucretia die hier op brute wijze wordt verkracht. Ook weer zo'n hele nare scène. En het interessante is dat de prent hier links, dit is een 16e eeuwse prent gemaakt door Agostino Veneziano. Hier staan zijn initialen. En hij maakte deze prent in 1524. En het grappige is dat er een groot verschil is tussen beide prenten. Deze prent is namelijk in de 18e eeuw gemaakt. Precies te zijn in 1774. Door een onbekende 18e eeuwse graveur. En er ontbreekt één detail. Ik weet niet of jullie het al gezien hebben, namelijk het detail van de hondjes, de parende hondjes hier op de voorgrond. En op zich begrijp ik het wel, want het is een heel expliciet detail, wat men waarschijnlijk in de 18e eeuw too much vond en daarom niet heeft gekopieerd. Iets te vertellen over het prentenkabinet zelf en over de collectie van Tylers Museum.
Tijdens het museum beschikt namelijk over een hele bijzondere, internationaal bekende collectie tekeningen. En die tekeningen die zijn opgeslagen in het depot en kunnen niet permanent tentoongesteld worden, omdat ze heel kwetsbaar zijn voor licht en voor vocht. Maar daarom hebben we deze expositieruimte, waar elke 3 maanden een nieuwe tentoonstelling is te zien met werk uit eigen collectie. En dat gebeurt al sinds de 19e eeuw. En ik heb hier een plaatje van de situatie, hoe het er destijds uitzag. En hier zien we het prentenkabinet omstreeks 1890. Er is een tentoonstelling, er hangen tekeningen aan de muren. En als je goed kijkt, zie je in de hoeken gordijntjes hangen. Nou, die waren meestal gesloten om de tekeningen te beschermen tegen licht. En als je goed kijkt, zie je ook dat op de grond mooie gietijzeren vloerverwarming aanwezig is, die we ook elders in het museum aantreffen. En op het plafond is een muurschildering, een plafondschildering te zien. En er is nog het randmotief is nog steeds zichtbaar in de zaal waar ik nu rondloop. Ik zal even proberen om die te laten zien. Even kijken. Omhoog, ik kijk nu omhoog, maar jullie gaan nu ook omhoog kijken. Zien jullie die 19e eeuwse plafondschildering? Het zijn 2 gevlochten takken van de eikenboom en laurier. En hier in het midden zien we het 19e eeuwse wapen van Pieter Tyler. Goed, weer terug bij de tentoonstelling. Mijn favoriete werk was ook een vraag van jullie. Dat is deze prent. Een hele mooie grote gravure van Hendrik Goltzius. Een Haarlemse kunstenaar uit de 16e eeuw. En Tijlers Museum beschikt een hele mooie collectie tekeningen van Hendrik Goltzius. Maar dit is dus een prent. Naar Rafaëls muurschildering in de Villa Farnesina in Rome. En wellicht kent u de voorstelling, bent u daar wel eens geweest. Afgebeeld is een verhaal uit de Metamorfose van Ovidius. We zien de nimf Galatea op een schelp die door dolfijnen wordt voortgetrokken. En ze kijkt achterover, want ze wordt geroepen door de cycloop Polyphemus. Nou, wat leuk is aan deze prent is dat hieronder in Latijn staat dat Hendrik Goltzius de muurschildering van Rafaël met eigen ogen heeft gezien. En toen in 1592 deze gravure heeft gemaakt. Ik vind vooral de details heel erg mooi. Bijvoorbeeld met mooie kruisarceringen heeft hij schaduwen weten te creëren. Die zijn vooral erg mooi hier op die gespierde mannenlichamen. En het effect van licht op haar lichaam is ook heel mooi gedaan. Dit is dus een gravure, maar we hebben ook andere technieken in deze tentoonstelling hangen. Hier hangt namelijk een hele mooie houtsnede. Ook weer een vroege prent. En een houtsnede werkt eigenlijk als volgt. Je werkt precies andersom als met een gravure. Je snijdt namelijk de delen weg die je niet wil bedrukken. Die niet het inkt mogen opnemen, de inkt. En deze houtsnede is heel bijzonder, want die bestaat uit is gedrukt uit 2 houtblokken. Het eerste blok is in lichtbruine inkt gedrukt. En het tweede blok is daaroverheen gedrukt in zwarte inkt. En eigenlijk alleen de witte delen, zoals de fakkel en de lichtval op de gezichten en op het lijf van deze vrouw. Die witte plekken zijn onbedrukt gebleven. En daardoor krijg je een heel mooi effect. Een beetje het clair-obscuur effect van licht en donker. Wat kan ik jullie nog meer vertellen? Dit is ook een hele leuke prent. Dit is namelijk een 18e eeuwse Italiaanse prent naar een schilderij van Rafaël wat zich in het Palazzo Barberini bevindt. En deze dame zou de minnares van Rafaël voorstellen, genaamd Margareta Luti.
ook wel bekend als La Fornarina. Wat we weten over Rafael uit oude 16e-eeuwse bronnen is dat hij nogal van de vrouwen hield. En dat hij er veel minnaressen op nahield. Het schijnt zelfs zo te zijn, zo schreef zijn eerste biograaf Giorgio Vasari, dat Rafael zijn huwelijk met een vooraanstaande vrouw uit Rome steeds maar uitstelde, omdat hij enerzijds heel graag benoemd wilde worden tot kardinaal en anderzijds toch niet van de vrouwen kon afblijven en nog een beetje van de geneugte van het leven wilde genieten. En dit zou dan een van zijn minnaressen zijn geweest. Het leuk detail aan de prent is dat dit de eerste keer is dat de titel La Fornarina hier wordt gebruikt. En wat betekent dat? In het Italiaans fornaia betekent bakster en forno betekent oven. En dit zijn metaforen voor het vrouwelijk geslachtsorgaan. Je kunt misschien wel bedenken wat men in de 18e eeuw van deze vrouw vond. Men dacht namelijk dat dit een prostituee zou zijn. Een ander grappig verhaal uit die biografie van Giorgio Vasari over Rafael is dat Rafael na een hele wilde nacht thuis kwam met hevige koorts. En hij zou na 2 weken aan de gevolgen daarvan zijn overleden. Zo'n heel triest einde voor zo'n geniale kunstenaar. Goed, ik ben een beetje aan het einde van mijn rondleiding door het prentenkabinet gekomen. Nu is het tijd voor de uitsmijter van vandaag. Ik wil jullie 2 tekeningen van Rafael uit het depot laten zien. Die ik speciaal voor jullie hier klaar heb gezet. Die tekeningen zijn afkomstig uit de collectie van Livio Oldescalchi. En hij was een hele rijke edelman uit Rome. Een groot deel van zijn collectie had hij aangekocht uit de collectie van de koningin Christina van Zweden. En toen zijn collectie in 1790 werd verkocht, was Tyler's Museum daar als de kippen bij. En wist voor 10.000 gulden die collectie aan te kopen. En naast tekeningen van Rafael telde die collectie in totaal 1700 Italiaanse tekeningen, waaronder ook bladen van Michelangelo en tal van allerlei andere belangrijke 16e en 17e eeuwse Italiaanse kunstenaars. In één klap was Tyler's Museum daarom ook een hele mooie, bijzondere collectie rijker. En dus ook met 12 Rafael tekeningen zaten daarbij. Goed. Laat ik jullie hier nu 2 tekeningen van hem zien. Om te beginnen, dit blad vind ik een hele bijzondere, mooie figuurstudie van een zittende vrouw. Ik vind vooral haar houding fantastisch, hoe ze zo achterover leunt met 1 bil half op een kussen en haar rechterbeen bungelend naar beneden. Vooral dit detail van haar voet, het been dat ze onder zich heeft getrokken, vind ik heel speciaal. Zelf de tenen kun je goed zien. Zo, met zoveel details heeft Rafael deze figuurstudie gemaakt. En vooral ook de lichtval op haar lichaam is fantastisch weergegeven. Met kruisarceringen. En hij heeft ook heel mooi het wit van het papier gebruikt. Om ook weer die lichtval en dat 3D-effect te bewerkstelligen. En dit blad laat tevens ook goed zien hoe Rafael te werk ging. Voordat hij de voorstelling in rood krijt op papier zette, tekende hij met een metaalstift de eerste contouren. En een metaalstift, dat is een soort, harde pen die geen pigment achterlaat en waarmee je eigenlijk als het ware lijnen in het papier griffelt. En als je heel goed kijkt, zie je hier bij de scheen van deze vrouw een lijn lopen, een witte lijn. En dat is zo'n doorgegriffelde lijn die hij eerst met die metaalstift heeft getekend. En daarna heeft hij de tekening in rood krijt verder uitgewerkt. Het was natuurlijk een hele goede, slimme techniek om eerst zo die voorstelling met metaalstift te tekenen. Omdat hij dan, als hij fouten had gemaakt, niet per se de hele handel hoefde uit te gummen, maar gewoon verder kon werken. Nou, deze studie is een voorstudie voor een plafondschildering in de Villa Farnesina. Ik heb hier een plaatje van.
En deze vrouw stelt de godin van de jeugd voor, Hebe. Gaan we naar de tekening hier rechts. Nou, dit is, ik vind het een van de meest bijzondere tekeningen in het Teylers Museum. En misschien wel de mooiste Raphaël-tekening die ooit gemaakt is. Deze tekening is heel bijzonder omdat Raphaël ook weer heel goed zijn talent laat zien, zijn tekentalent laat zien. Door middel van met arceringen de schaduwen heel duidelijk neer te zetten. Waardoor die figuur van de jongen eigenlijk helemaal uit het papier komt springen. En vooral ook hoe hij de lichtval op het lichaam van de jongen heeft verbeeld door steeds afwisselend met zwart krijt en met wit krijt arceringen aan te brengen en deze dan weer een beetje te doezelen, krijg je een hele mooie tonaliteit. Ook deze tekening is weer een voorstudie voor een muurschildering in het Vaticaan. Nou, ik ben eigenlijk aan het einde gekomen van mijn tour. Hartelijk bedankt allemaal voor het kijken. Ik hoop dat jullie er iets van hebben opgestoken. De tentoonstelling in het prentenkabinet is verlengd en nog tot 30 augustus te zien. Dus ik hoop van harte dat als de in de gelegenheid zijn om hier in Haarlem nog eens langs te komen. Bedankt voor het kijken.